Nou, we bevinden hier ons midden in het gebied waar de werkzaamheden rondom het Julianenkanaal volop plaatsvinden. Gigantische buizencomplexen. We zitten hier tegen dat prachtige appartementencomplex aan te kijken, wat jaren geleden is gebouwd. Vroeger waren dat arbeidershuisjes. Ongeveer 25 jaar geleden al plaatsgemaakt voor die luxe appartementen waar je tegenaan kijkt. En ja, het is hier afgesloten, maar als ik het is, dit is camerabewaking, dat zie je ook. Maar in ieder geval, dit is eigenlijk het gebied waar het allemaal plaatsvindt en waar nu ook die tijdelijke drooglegging is. Dus ja, ik denk niet dat ik hier, ik kan hier natuurlijk makkelijk langs het hek en dan naar boven gaan lopen. Maar ik denk dat ik dat toch maar niet doe, omdat ik hier recht tegen een bord sta waarop staat dat er 24/7 camerabewaking is. Met alarmopvolging. Nou, zover gaan ze al. Dus ja, dat zullen we dan maar niet doen. Mijn auto staat hier, dus nee, dat ga ik niet doen. Ik ga maar een viaduct opzoeken. En dat kan bij Eurmond. Of dat kan, als ik helemaal rechtdoor rijd, dan kom ik in Maasband terecht. We zitten hier tussen Eurmond en Maasband. Prachtig wandelgebied, voor mij een beladen plek. En dat omdat ik hier zo ontzettend vaak heb gewandeld. En niet alleen, want met mijn dierbare ouders. En ik hoef niet uit te leggen waarom deze plek voor mij inmiddels beladen is. Ik voel de eenzaamheid naar boven komen. Het is tijd om hier weg te gaan en nog een korte opname te maken vanaf het viaduct. Overigens, veel mensen staan te kijken. Er staat ook al een reportage van op 1Limburg.nl. Maar ik ben hier al heel lang niet meer geweest. Ook om de reden die ik al net heb aangegeven.